allemaal. Goedenavond. Topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag is de gast Quinten Selhorst. Quinten, je bent eerder bij ons te gast geweest. Je bent van Felix. Wie in Amsterdam woont en inmiddels wie in Rotterdam woont, kan jullie elektrische scooters kennen? Klopt, ja, zeker. Voor wie dat niet weet, wie daar niet woont in die twee steden, vertel nog eventjes wat jullie doen. Ja, wat we met Felix doen is gedeelde elektrische scooterritjes aanbieden voor 30 cent per minuut. En die scooters die kun je zowel vinden op je telefoon via het appje van Felix als ook aan- en uitzetten. En daarmee kunnen we dus eigenlijk heel makkelijk mensen van A naar B krijgen in de grote stad, van A naar B brengen. Op een hele duurzame, efficiënte en leuke manier. Ja, zijn jullie dus de car-to-go van de, scooters? We zijn een soortgelijk concept als een carshare concept à la car-to-go. Alleen dat doen we dan met een ander type voertuig, waardoor we ook veel sneller op de plaats van bestemming zijn. Dus daar en even voor de duiker, die scooters staan niet op vaste plekken? Klopt. Je kunt ze overal gewoon achterlaten? Ja, dus onze scooters die kan je overal parkeren binnen ons servicegebied. Dat werkt met een technologie dat heet geofencing. En overal waar het binnen het servicegebied is toegestaan om je eigen particuliere scooter of je particuliere fiets te parkeren, daar mag en kun je ook onze scooter parkeren. Ik moet je even een verhaaltje vertellen, Stekel. We waren op een gegeven moment, was er een feestje. Ja, nu gaan we afdwalen hoor. Nee, helemaal niet. Ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat. Het heeft hier mee te maken, Dus jij was erbij toen ik opgetreden toch in Sinatoren in Amsterdam. Ja, zeker. En mijn vriend Martijn was daar en die stond nog aan de bar. Dan zei Martijn van, ja, ik ben hier met de Felix en moet je eens kijken. Dan zet ik op afstand, zet ik hem aan, zeg maar, of gaat het liggen dan. En wat bleek nou? Dus hij, doe het niet, hij naar buiten, dat was na ene. Want jullie hebben allerlei beperkingen ingebouwd. Ja, precies, dit is een goed voorbeeld ook waarom die beperking er is. Want het was op een feestje en we willen dus niet dat mensen dronken gaan rijden. Dat dus het werkt heel goed, ja, heel goed. Ja. Maar hij is een groot fan en ik zie hem nog steeds vaak weer rondrijden. Dus hij is uiteindelijk met de Uber is die vertrokken. Ja. Maar goed, dat is... recentelijk waren jullie in het nieuws omdat je uitgebreid zijn van Amsterdam naar Rotterdam. Ja. Vertel eens wat je in Amsterdam geleerd hebt, wat je mee hebt genomen naar Rotterdam. Want jullie hebben in die zin denk ik eigenlijk best nog een dure dienst. Jullie moeten altijd al die scooters weer kopen voordat je weer kan gaan starten. Ja. Wat heb je geleerd in Amsterdam wat je in Rotterdam helpt? Dus wat we eigenlijk een jaar lang in Amsterdam gedaan hebben, is hebben we het concept echt vormgegeven en verder geoptimaliseerd. Zowel in de operatie, dus wij werken met verwisselbare batterijen. Je kan er heel veel efficiëntieslagen in maken, hebben we de afgelopen jaar geleerd. Als ook het logistieke deel ten aanzien van reparatie en onderhoud. Wat een hele belangrijke learning voor ons is geweest, is hoe je er nou voor kunt zorgdragen dat je als gedeeld duurzaam vervoersconcept niet tot overlast leidt. Daar hadden we van tevoren hele goede processen voor uitgedacht, samen ook met gemeente Amsterdam. Het blijkt dat heel goed werkt en dat hebben we ook dus nog verder kunnen aanscherpen. En daarnaast hebben we eigenlijk gekeken hoe kunnen we nou zorgen dat we veel tractie genereren in Amsterdam. We hebben dat in Amsterdam vooral organisch weten te doen door in het begin zo gebruik te maken van een vertegenwoordiging van onze doelgroep. Young professionals, freelancers en studenten. En we hebben vervolgens eigenlijk gekeken op basis van die informatie hoe kunnen we dat concept nou schaalbaarder maken en in Rotterdam aanbieden. Dus dat is eigenlijk een beetje, dat zijn de learnings die we hebben overgenomen vanuit Amsterdam. En we hebben eigenlijk dat verhaal verteld richting de gemeente Rotterdam. Op basis ook van de data die daadwerkelijk aantonen dat hetgene wat we in theorie hadden uitgedacht ook daadwerkelijk in de praktijk brengt. Want jullie hebben de gemeente nodig. Hè? Je kan niet zomaar naar Deventer, je kan niet zomaar een aantal van die scooters op de stoep zetten. Dat is ja en nee. Dus omdat wij een geheel nieuwe dienst zijn, zien we dat er in een heleboel steden, zowel in Nederland als ook in het buitenland, verschil is ten aanzien van wet en regelgeving. In sommige gebieden, sommige regio's kun je het wel aanbieden, want er is nog geen wet en regelgeving. In andere gebieden mag je het per definitie niet aanbieden, want het is daar verboden om het aan te bieden zonder dat je bijvoorbeeld een bepaald vergunningsstelsel hebt. Dat is ook een beetje het grijze gebied waar we op dit moment in zitten. Dat zie je vaker met nieuwe technologieën, dat beleid, wet en regelgeving volgt eigenlijk op de nieuwe disruptieve ideeën. Bij gemeente Rotterdam hebben we eigenlijk gezegd van dit is hoe we het vormgeven. Dit zijn de voordelen die we hebben. Dit zijn hoe je bepaalde nadelen kunt mitigeren zodat ze niet voorkomen.
En op basis eigenlijk van het maken van pragmatische afspraken, waarbij we eigenlijk hebben gezegd, als we nou deze voorwaarden met elkaar op papier vaststellen, dan is er geen enkel afbreukrisico voor de gemeente Rotterdam. Want als wij dingen niet goed doen, als er overlast is, als wij scooters niet uit het fysiek domein halen, als ze kapot zijn binnen een bepaalde termijn, kan de gemeente zo van ons af. Dus geen enkel risico. Terwijl we wel al de voordelen kunnen bieden en ook nu al van start kunnen gaan, nog voordat bepaald deel scooterbeleid geëffectueerd wordt. En dan zie je dus ook dat je eigenlijk tot een prachtige samenwerking kan komen. Ja, het is belangrijk denk ik om even te vermelden dat het heel recent is, hè, dat jullie naar Rotterdam zijn gegaan. Ja, het was 3 oktober. Daarvan ja. was een investering nodig die jullie van de zomer hebben rondgekregen. Klopt, 2 miljoen, dat is ook... Ja. Correct me if I'm wrong. Hè, maar ja, dus we hebben inderdaad 2 miljoen aan scooterfinanciering rondgekregen deze zomer. Ja, dan heb je gewoon nodig om die dingen te kopen. Puur voor de financiering van de scooters. Hoeveel heb je er dan nu neergezet in Rotterdam? 324. Dat is veel meer dan in Amsterdam. Klopt, in Amsterdam hebben we de 108. En ja. die 2 miljoen financiering die is puur en alleen voor de assets, dus ja. voor de voertuigen. Ja. En daarnaast hebben we 1 miljoen financiering opgehaald voor het werkkapitaal. En daarmee zorgen we dus voor dat we kantoor, mensen kunnen aannemen, IT-ontwikkeling doen, branding, marketing, et cetera. Ja. ja, nou kunnen we ook niet helemaal voorbij gaan aan de problemen die in Amsterdam op een gegeven moment zijn ontstaan. Ja. Dat had volgens mij, vanuit mijn perspectief, hè, maar we moeten het er toch even goed over hebben, denk ik. Ja. Heeft de gemeente 1,5 jaar geleden gezegd, nou we willen geen deel rommel, werd er soms gezegd, meer op straat. Ja, klopt. Want iedereen zet die dingen overal neer, die worden niet opgehaald, het leidt tot overlast. Ja, klopt. Daar ja. zijn jullie ook de dupe van geworden, want er werd gewoon gezegd van... Nou, het was toen ook echt overlast, fietsen waren het. Het waren vooral fietsen, echt overal fietsen neergepland. Ja. Dat was ook echt zo. Ja. Ja. Wat is de consequentie geweest voor jullie daarvan? Voor ons is de consequentie eigenlijk dat er op dit moment onduidelijkheid bestaat over de status van Felix in Amsterdam. Dus misschien goed ook voor de kijkers die het niet helemaal hebben meegekregen. Toen wij vorig jaar zomer begonnen in Amsterdam, hadden wij het concept goed vormgegeven, ook met heel veel input van de gemeente Amsterdam. Ook heel veel support daarbij gehad, ook tot aan de wethouder aan toe. Wij gingen onze dienst uitbaten, succesvol, zonder overlast. Alleen tegelijkertijd dat wij live gingen in Amsterdam, kwamen er ook deel fietsen. Een heel ander concept. Het lijkt 1-op-1 misschien een beetje op hetzelfde, maar in de uitvoering is het heel anders. Want daar hebben ze ook echt aantoonbaar heel veel overlast bij of door veroorzaakt. En het probleem is eigenlijk dat er geen juridisch gezien heel moeilijk onderscheid gemaakt kan worden tussen deel fietsen en deel scooters. Dus om het probleem van deel fietsen op te lossen, heeft de gemeente gezegd, alles is verboden en we handhaven de deel fietsen. Dat betekent ook dat de deel scooters gehandhaafd moeten worden. Dus wij hebben diezelfde brief ook ontvangen. Wij zijn daar tegen een beroep gegaan. En wij zijn nog steeds met de gemeente in gesprek om te kijken of we daar op een of andere manier uitkomen. Ja, maar wat maakt dat jullie anders zijn dan die deelplatformen van fietsen en steppen en weet ik veel. Die ook daadwerkelijk overlast veroorzaakt. Want we zagen die inderdaad overal die fietsen. Ja, dus wat... liggen in bloemperken en noem maar op. Ja, dus ik probeer het een beetje simpel te vertellen. Het is ergens een beetje technisch. Hoewel een deel fiets en een deel scooter als voertuig heel erg op elkaar lijkt, zie je eigenlijk dat in de uitvoering van het concept de parallel deel scooter en deel auto veel beter op zijn plek is. En de reden is eigenlijk tweeledig daarvoor. Aan de ene kant zie je, dat is de belangrijkste reden, dat als je een deel fiets of een deel stepje, daar gelden dezelfde dingen voor, die zijn heel erg licht van gewicht en die kan je heel makkelijk verplaatsen als niet gebruiker. En het probleem daarmee is dat je niet het laatste eigenaarschap van degene die dat voertuig voor het laatst gebruikt heeft, kan aantonen. Om even dat in een praktijkvoorbeeld simpeler te maken. Stel dat ik een gebruiker ben van een deelfiets en ik doe alles keurig, ik zet dat deelfiets keurig in het fietsnetje voor mijn huis, dan kan nog steeds ieder ander die last heeft van die deelfiets, bijvoorbeeld omdat die een paar dagen niet gebruikt wordt en ik mijn eigen fiets niet kan neerzetten, die fiets oppakken, op de stoep gooien en zijn eigen fiets daar neerzetten. Probleem is, het is voor mij als operator van die deelfietsen onmogelijk om te zien, is het nou de fout van mijn gebruiker geweest of van iemand anders? En omdat er dus geen controle meer is, zie je dus dat het eigenlijk een soort van chaos wordt op straat. Want er is niet aan te wijzen wie verantwoordelijk is. Dat is de ene kant. Dat zie je bij deel scooters, net als bij deel auto's niet. Omdat aan de ene kant onze deel scooters 120 kilogram per stuk wegen. Dus die kan je fysiek gezien niet in je eentje optillen en ergens anders neerzetten. Dat moet je of met een groep mensen doen of met een kabel, met een hijskraantje. Maar omdat dit zo'n belangrijk punt was voor de gemeente Amsterdam ook, hebben wij een standaard slot ontwikkeld. Waarbij op het moment dat je de scooter uitzet met het appje op je telefoon, gaat er een metalen pin door de standaard van de scooter. En de standaard van de scooter is eigenlijk een V-vorm. Als je aan het rijden bent, klap je omhoog en je zet hem erop. Je kunt hem niet meer rijden. Dus door het standaard slot kan je hem niet naar voren en naar achteren bewegen. Nou, wat is daar zo belangrijk aan? Wij zijn altijd 100% zeker wie de laatste gebruiker is die het voertuig daar geparkeerd heeft.
Wat nog belangrijker is, is dat onze gebruikers ook weten dat wij dat altijd weten. Met als consequentie dat wij zien dat het natuurlijk parkeergedrag van de Felix-gebruikers vele malen beter is dan dat van de particuliere scooterbezitter. Want ze weten als ze hem niet goed parkeren. Ja, maar eigenlijk hebben jullie dus van het gedoe in Amsterdam, laat ik maar even zo noemen, heel veel geleerd over hoe je nog extra maatregelen kunt nemen om die overlast zoveel mogelijk te beperken? Ik moet wel zeggen dat dus dit standaard slot en het uitdenken van dit concept, dat hadden we van tevoren al heel goed op orde, dus dat was heel fijn. Ook de processen zo dusdanig ingeregeld ten aanzien van alle communicatie, of mensen nou ons bellen, whatsappen, twitteren, dat komt allemaal binnen via één portal. De gemiddelde responstijd bij overlast is minder dan een half uur in Amsterdam, dus dat is echt supersnel. Dus dat hadden we wel goed op orde. Wat we wel geleerd hebben is bijvoorbeeld dat je bepaalde gebieden toch nog wel wilt uitsluiten waar scooters überhaupt niet geparkeerd kunnen worden. Via geofencing kan je ervoor kiezen dat bijvoorbeeld Leidseplein, Rembrandtplein, alle parken in Amsterdam, daar is het verboden om een scooter te parkeren vanuit de gemeente. Als ik een particuliere scooter daar parkeer, dan krijg ik een boete. Ja. Bij Felix kan je fysiek gezien daar je scooter niet eens uitzetten. Dus er is al in principe geen sprake dat je tot overlast zou kunnen leiden. Nou, wij hebben zelf proactief gezegd aan de hand van de learnings, dat bijvoorbeeld het hele Wallengebied, dat is zo druk, dat is zo klein, wij vinden dat daar onze scooterdienst niet aanwezig moet zijn. Centraal Station Amsterdam, daar is het al zo druk dat we hebben gezegd dat sluiten we zelf helemaal uit en je parkeert de scooter maar aan de zijkanten van het servicegebied. Want er blijft, zeg maar, de meter blijft doorlopen, hè? Dat is eigenlijk het concept, toch? Je kan hem fysiek niet neerzetten in die plekken waar wij hebben gezegd dat daar kan het niet. Dat snijden we dus uit het servicegebied en dat betekent dus dat een Felix-scooter niet geparkeerd wordt op Centraal Station omdat wij vinden daar is het al te druk. Juridisch gezien zou dat wel mogen van de gemeente Amsterdam of van... Ja, maar wat Erwin bedoelt, je kunt hem gewoon niet uitzetten. Je kunt de standaard als je dan niet uitklappen. Je kan gewoon niet op de app zeggen, deactiveer mijn rit. Dan blijf je inderdaad doorbetalen. En dan blijft de scooter ook aan. Dus stel dat je hem dan daar neerzet en je loopt weg. Is eigenlijk hetzelfde als dat je een auto huurt met sleutels en al open deur laat aanstaan. En dan ben je daar natuurlijk gewoon verantwoordelijk voor. Ja, maar goed, gedoe in Amsterdam. Althans, dat zijn mijn woorden. Maar is het wel een beetje. Ja. Je kunt ook positief benoemen en zeggen, nou, gewoon zoeken naar hoe werkt dat nou met deelvervoer. Dat heeft in ieder geval toegeleid dat jullie in Rotterdam wel goed aan tafel zijn gekomen. Correct. En volgens mij hele goede afspraken hebben gemaakt. Jullie zijn begin oktober begonnen. Ja, klopt. Hoe gaat het daar? Ja, het gaat echt waanzinnig. Dus we hadden uiteraard goede verwachtingen ten aanzien van Rotterdam. We zien dat daar de doelgroep goed vertegenwoordigd is. We zien dat we met 324 scooters, waar we er maar 108 hebben in Amsterdam, een grote servicegebied hebben. Een grotere dichtheid hebben in het servicegebied. Dat is ook heel belangrijk, omdat de data ons, als we het hebben over Learnings Amsterdam, laat zien dat je eigenlijk, een scooter moet op 2 minuten loopafstand of minder zijn. Dan converteert hij heel goed in het daadwerkelijk gebruik maken dat iemand een ritje maakt. Als het langer dan 2 minuten loopafstand is, dan zie je al dat het procentueel gezien heel snel stijgt, dat mensen de app openen, het staat verder dan 2 minuten loopafstand en de app afsluit en het gebruiken. Ja. Dus dat hebben we in Rotterdam al kunnen verbeteren. Wat we daarnaast hebben gedaan is waar we in Amsterdam organisch zijn gegroeid, omdat we dus nog optimalisatieslagen wouden doen en vooral niet te veel gebruikers te snel dat we overladen zouden worden van gebruikers, van gebruik, zien we dat we in Rotterdam dusdanig het goed hadden uitgedacht dat we zeiden, ja, we gaan er veel marketingbudget tegenaan gooien om ook snel die tractie te laten zien. Tractie als in veel gebruikers. En dat is echt zelfs onze verwachting echt ver en ver overstegen. We lopen nu echt maanden voor op wat we hadden gevoorkast, wat we op dit moment zouden doen. En, wat concludeer je daaruit? Dat het zo goed gaat in de tweede stad die je proeft? Een aantal dingen. Eén, ik denk dat we kunnen laten zien dat we op dit moment laten zien dat we geen one-trick pony zijn. Dus we zijn in staat om dit in meerdere steden te doen op een grotere schaal. En dat, dat we dat operationeel gezien aankunnen. Ja, daar hebben we het vorige keer heel erg over gehad. Ja, hè? Die operationele uitdagingen. Precies, onderhoud, accu's, opwarmen, dingen gaan kapot, dingen worden gestolen. Exact. Weet ik veel. Ja, dus daar heb je bevestiging in. Ja, dus dat is een hele belangrijke bevestiging. Operationeel kunnen we het. Ja. Tweede hele belangrijke punt wat we valideren is dat het commercieel gezien niet een successtad is, Amsterdam, maar dat wij in staat zijn om dit in andere grote steden in een nog veel kortere periode dan Amsterdam succesvol te maken. Dat is een hele belangrijke voor ons om te laten zien in Rotterdam. Drie is dat we nu al aantonen dat zelfs met 324 scooters de data eigenlijk nu al laat zien dat er vraag is vanuit de markt naar meer mobiliteit met elektrische scooters. Dat is denk ik een hele belangrijke.
En dat het heel belangrijk is dat wij met gemeente dus hele goede afspraken kunnen maken. Dat de gemeente wel de voordelen heeft, dat Felix de voordelen heeft, dat de inwoners van de stad de voordelen hebben. Zonder dat er de nadelen bij komen kijken die in andere steden tot problemen hebben geleid. Hebben jullie met Rotterdam samen gekeken naar het uitsluiten van bepaalde gebieden? Ja, ja? Ja, ja. Dus wat wij in beginsel vinden is dat een gedeeld duurzaam vervoersconcept, dat gaat niet om scooters, fietsen, auto's, gewoon in de basis zo'n type concept, heeft alleen maar lange termijn slagingskans op het moment dat je goed stakeholder management uitvoert, zoals wij dat noemen. Dus niet een dienst aanbiedt in de stad en we gaan kijken hoe het werkt, maar echt met de lokale partners, dus dat is met de lokale OV-bedrijven, met de gemeente, met de vervoersregio, samen in gesprek zijn en kijken hoe kan je elkaar nou ondersteunen. En ja, dan zie je dus ook dat het echt waanzinnig goed werkt. En jij zei net, we laten zien dat er behoefte is aan die mobiliteit met die scooters. Maar laat je eigenlijk niet zien, moeten die scooters eigenlijk niet vanaf? Laat je eigenlijk niet zien dat er behoefte is aan flexibiliteit qua mobiliteit? Ook, daar weet jij vast meer van dan ik, maar ik kwam pas een foldertje tegen, voor mij van de ANWB. Die hier in Amsterdam, in de Indische buurt. Ze hebben een soort belofte van een nieuwe dienst. En die gaat niet alleen namelijk over, die gaat over... je moet altijd een fiets en een elektrische fiets en een scooter en een auto en een busje en weet ik. De hele scala aan vervoermiddelen, dat moet je zeg maar binnen 200 meter of zoiets. Dat is de belofte die zij gaan doen. Ja. Kijk jij eens verder vooruit. Hè? Want jullie leren hier heel erg veel van. Ja. Maar hoe zie jij die toekomst voor je? Eigenlijk helemaal in lijn met wat de ANWB schetst. En ik denk dat daar de grote vervoerspartijen, ANWB, gemeenten, maar ook nationale overheden, die stip op die horizon, die is denk ik bij iedereen wel redelijk helder. En dat is eigenlijk dat we gaan naar een, wat ze noemen, een MaaS-platform. Dus dat is Mobility as a Service, waar we nu mobiliteit afnemen door een voertuig te kopen en van A naar B te rijden, met welk voertuig dan ook. Gaan we eigenlijk meer naar een model toe, wat ook heel erg bij onze generatie past. We willen alleen maar betalen voor het voertuig wat we op dat moment gebruiken. En we willen vooral flexibiliteit. Dus ik kom aan op Centraal Station Amsterdam en ik woon ergens anders. En ik moet mijn ritje in een stad vervolgen. Dat ga ik doen door met het openbaar vervoer van A naar B te gaan. Want die aansluiting is perfect en het is goedkoop en ik zit droog en het regent buiten. Maar misschien dat ik op mijn terugreis wel wil fietsen. Omdat op de terugreis het lekker weer is en ik alle tijd heb. En dan heb ik in ieder geval nog een beetje bewogen. Dan wil ik eigenlijk niet zitten dat dat fietsje wat ik dan misschien op... misschien wil ik ook wel niet van Amsterdam Centraal Station terug naar huis, maar via Amsterdam Zuid. Omdat ik een andere afspraak heb gehad. Dan wil ik eigenlijk dat fietsje daar wel kunnen laten staan. En elke keer wil ik niet vastzitten aan het bezit, maar wil ik heel erg flexibel zijn in welke ritten ik wanneer met welk doeleinde kan gaan maken. Dus als je aan ons vraagt, wat is nou jullie visie ten aanzien van mobiliteit? Als we kijken naar de ontwikkelingen van grote steden op mondiaal niveau, dan zien we dat in 2050 woont al 63% van de wereldbevolking in grote steden. Met andere woorden, er is straks simpelweg geen ruimte, als iedereen op zo'n klein oppervlakte woont, dat iedereen zijn of haar eigen voertuig bezit. Dus we gaan naar een wereld toe waarbij eigenlijk openbaar vervoer een beetje dient als aorta van de stad. Die zijn in staat om grote massa's mensen van A naar B door de stad te verplaatsen. En dat moet worden aangevuld met verschillende gedeelde duurzame diensten, zoals elektrische autootjes, elektrische scooters, elektrische fietsen. En dat zal gaan dienen als de haarvaten van de stad. Want je kan ook niet in elke stad of straat, sorry, je kan niet in elke straat of buurt in Rotterdam, in Eindhoven, in Amsterdam een metrostation aanleggen, want die ruimte is er ook niet. Dus je zou ook die laatste mijls eigenlijk van transport ook willen afleggen of kunnen leggen met deelmobiliteit. En nu hebben jullie in Rotterdam eigenlijk in hele korte tijd, want jullie zijn begin oktober pas begonnen, in een maand tijd laten zien dat jullie dit kunnen, hè? In een nieuwe stad. Oké, je hebt er geld voor nodig, je hebt een paar miljoen nodig als je een stad wil doen. Mm-hmm. Wat concludeer je daaruit? Gaan jullie morgen door naar Antwerpen en dan naar, weet ik veel, Parijs en Barcelona? Wat is de ambitie? Ja. Onze ambitie is eigenlijk dat wij... kijk, waar Felix ooit uit begonnen is dat we... wij vinden het zelf heel erg belangrijk dat we met elkaar die energietransitie gaan versnellen. En die energietransitie kan je alleen maar gaan versnellen op het moment dat je het gedrag van mensen kan aanpassen. En wij hebben nu een niche gevonden waarbij we nu in staat zijn om mensen op een andere manier te laten bewegen.
Dat doen we op dit moment met elektrische scooters, maar dat zou ook met andere vervoersmiddelen kunnen zijn. We geloven er wel heel sterk in dat een elektrische scooter een heleboel voordelen heeft die andere voertuigen weer niet hebben. Dus voor ons zit de focus eigenlijk om onze dienst zo snel als mogelijk aan te bieden in meerdere steden in Nederland. Omdat we zien dat we die toegevoegde waarde die we nu in Amsterdam en in Rotterdam leveren, ook in andere grote steden kunnen leveren. Maar de ambitie ligt natuurlijk ook buiten de landsgrenzen. Ja, en er is enorme internationale concurrentie op dit gebied. Ja. Ja, dus wij zien ook echt dat we als lokale speler in een globaal concurrentieveld zitten. En dat zit hem niet alleen op de elektrische scooters. Wat ik zo lees, wordt er met grof geweld wereldwijd getracht deze platformen de lucht in te krijgen. Ja. Met ja. veel gedoe overal, met veel overlast. En, dus bij deelfietsen zie je dat inderdaad heel sterk. Met de elektrische stepjes, die elektrische scooters worden genoemd in de media, zie je dat inderdaad ook. Nou, jullie hebben daar denk ik aantoonbaar misschien wel de oplossing ook voor. Wat is jullie volgende stap? Want ik vraag het ook, want je hebt daar, als je wat wil, moet je waarschijnlijk snel. Ja, klopt. Want de concurrentie wacht niet. Dus je hebt geld nodig. En je hebt er heel veel geld voor nodig. Ja, ja, dus wij zijn op dit moment zijn we ook in gesprek met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat we die expansie die wij wensen mogelijk te kunnen maken. Dus die gesprekken worden op dit moment gevoerd. En uiteindelijk hebben we daar alle vertrouwen in dat gaat lukken. We zien dat we mogelijkheden hebben om in Nederlandse steden uit te breiden. Vertrouwen, maar... Dus ik kan niet helemaal veel meer informatie geven dan wat ik nu zeg. Maar ja, kijk, wij zien ook... En de gesprekken lopen goed, en dat is heel concreet. Ja, de gesprekken lopen goed. Is dat heel concreet? Dat is wel echt concreet, ja. Waar hebben we het dan over? Grote steden in Nederland of direct ook buitenland? Beide. Kijk, wij zien dat de dienst die wij aanbieden en het model erachter is dusdanig robuust... Dat wij aan kunnen tonen dat dit schaalbaar is en dat wij ook in staat zijn om dit schaalbaar te doen. Dat zien we ook aan de teamuitbreiding. We zitten nu op 15 FTE. Volgens mij de vorige keer dat ik hier zat, zaten we misschien op 3-4 mensen. Ja, toen vroeg ik me nog af hoe dat in godsnaam ging doen. We hebben in totaal 50-60 mensen nu in dienst voor Felix, die niet fulltime, maar wel parttime met batterijwisseloperatie bezig zijn, onderhoud van scooters, et cetera. Dat is ook schaalbaar naar het buitenland toe. We zien dat er echt een enorme potentie zit in het disrupten van de mobiliteitsmarkt. En gelukkig zijn we daar niet de enige in. Dat is namelijk ook waar je naar refereert. Het enorme geweld waarmee de elektrische stepjes, die ook e-scooters worden genoemd in Amerika, gefund worden. Dat zijn bedrijven die bestaan minder dan een jaar en die zijn al op 2 miljard gewaardeerd. Ja, en die hebben 500 miljoen funding. Dus we zijn niet de enige. Iedereen ziet dat. En in principe, als je er goed over nadenkt, het is ook niet zo heel ingewikkeld om de potentie ervan te zien. Als je kijkt dat hoe vaak jullie je op een dag bewegen, dat zou zo tussen de 4 en 6 keer gemiddeld zijn. Nou, als jij daar ook maar een heel klein stukje van die bewegingen kunt pakken en mensen willen daarvoor betalen, dan heb je dus echt over een gigantische markt. En als je dan kijkt naar de voordelen van wat we noemen micro sustainable mobility ten opzichte van hoe we nu van A naar B gaan, vaak via congestie of niet de deur tot deur of niet de flexibiliteit, dan zit daar een enorme driver achter om dat groot te maken. Nou, als laatste punt wat we zien is dat er zijn natuurlijk een aantal hele grote, vooral Anglo-Saxische partijen, die hebben heel veel geïnvesteerd in de ride-hailing. Dat zijn de Ubers en de Lyfts. Dat was een hele succesvolle golf. Die partijen willen natuurlijk nu wederom geïnvesteerd hebben in de juiste partijen, want dan hebben ze het nog een keer. Ja, en alle partijen die de vorige keer niet hebben gedaan, die mogen de boot niet missen. Dan gaat het jullie geen moeite kosten om geld op te halen voor die internationale expansie. Nou ja, de toekomst gaat het uitleggen. En orde van grootte voor een stadje als... ik moet het anders zeggen. Voor een grote stad als Rotterdam heb je ongeveer 3 miljoen nodig. 2 miljoen aan assets voor 324 scooters op dit moment. Ja. Dus dat is ook niet... Maar als je echt serieus een jaar lang wil uitbreiden, dan hebben we het ook over serieus geld. Dat gaat over hele grote bedragen, ja, klopt. Ja, ja. Ja, spannend. Ja. Ja, heel spannend. En is het dan raar om te denken dat we straks een fantastische Nederlandse start-up hebben die... in allerlei Nederlandse steden actief is, internationaal aan het uitrollen is en in Amsterdam... 100 scootertjes. 100 lousy scootertjes, omdat de gemeente het niet wil? Is dat een Ik denk dat de gemeente, dat het belangrijk is om te vermelden dat de gemeente het wel wil, maar dat we op dit moment in gesprek zijn om te kijken hoe we dat vorm kunnen geven. Ja, ik hoorde bij gerucht dat je deze week nog op het gesignaleerd was. We praten daar geregeld over met de gemeente, dus dat kan heel goed kloppen. En we zien ook, er is echt geen onwil van de gemeente, maar het is wel een precaire situatie. Ja, ik snap het namelijk niet, want we hebben een GroenLinks is aan de macht volgens mij. Ik heb er zelf niet op gestemd, maar volgens mij is dat de partij van milieu en
Ja, duurzaamheid en dat soort dingen. Dus ik begrijp het ook niet. Maar ja, nee, jij zegt, het ligt niet aan de gemeente. Waar ligt het wel aan? Ik zeg niet dat het niet aan de gemeente ligt. Ik zeg alleen dat de gemeente in een vrij lastige situatie zit. En dat ze echt de beste bedoelingen hebben. En het ook wel echt graag willen. En ook wel, dat ze erkennen ook echt dat we niet tot overlast leiden. Alleen, ja, weet je wel, we zijn nu met gemeente Rotterdam zijn we keer 3. En dat gaat ook allemaal goed. Daar kan het wel. We praten met andere gemeenten op dit moment concreet om de dienst aan te bieden op korte termijn. Daar kan het ook. Ja, dan is het toch jammer dat wij als lokale ondernemers waar we ooit begonnen zijn in Amsterdam, dan toch echt achterblijven in de ontwikkeling. Plus natuurlijk ook het feit dat dit gebeurt natuurlijk niet alleen in Amsterdam. We hebben ook conculega's, zoals dat zo mooi heet, in andere grote steden. Als wij in Amsterdam niet verder kunnen groeien en we zouden op een gegeven moment of zelf weggaan of weg moeten of wat dan ook, dan is wel de eerstvolgende gesprekspartner aan tafel een hele grote buitenlandse partij, die dan toch anders aan tafel zit, is mijn verwachting. Ja, zonde. Dus ik probeer me even voor te stellen, want wij vragen hier natuurlijk altijd, wat voor bedrijf ben je nou? En dan zeggen partijen natuurlijk altijd, ik ben een technologiebedrijf. Ja. Een belangrijk ding voor jullie is natuurlijk, je moet die apparaten die moeten goed zijn, of die scooters moeten goed zijn, ze moeten goed werken, die batterijen moeten, al dat soort dingen moeten gebeuren. Ja. Vertel me eens iets over hoe jullie bedrijf in elkaar zit. Mm-hmm. Hoe belangrijk is zeg maar voor jullie software en hoe belangrijk is voor jullie hardware? Ja, ik denk dat je, als ik je vraag, iets mag rephrasen, zeg maar, waar ligt nou ons onderscheidend vermogen, dat is volgens mij waar je op doelt. En als het niet zo is, dan mag ik corrigeren. Daar beginnen we gewoon even mee. Ja. Ik denk wat wij hebben laten zien, waar wij heel erg goed in zijn, is we zijn echt rammend goed in execution en vooral de snelheid daarin. Dus wat we hebben gedaan is een concept wat eigenlijk zowel logistiek als operationeel met hardware, software, dat hebben we eigenlijk in een hele korte tijd super efficiënt en vooral super schaalbaar vormgegeven. Want binnen een jaar tijd plus, wat is het, een maand of 14, 15, hebben we het eigenlijk van een klein start-upje in Amsterdam al naar 3 keer zo groot in Rotterdam gebracht. Met allemaal gestandardiseerde processen die allemaal al ingericht zijn op die hypergrowth die we eigenlijk verwachten. Ik denk dus dat de snelheid van executie en ook de mensen die we daar hebben voor gesourced, aangenomen, dat die eigenlijk aantonen dat ze dat ook in het verleden met een track record al hebben bewezen. Dus ik denk dat daar een onderscheidend vermogen zit. Tweede punt is IT. Ik geloof dat wij, waar we op dit moment in tijd nog gebruik maken ook van third-party technology, omdat je de ontwikkeltijden eigenlijk heel erg lang zijn. En dat kan je niet doen als je relatief weinig werkkapitaal hebt. Als we pre-seed hebben toen die eerste €400.000 opgehaald. Dus dat kochten we off the shelf. We hebben nu net de eerste iOS-app zelf gebouwd en live gezet met additionele functionaliteiten erin die concurrenten van ons bijvoorbeeld niet hebben, met een veel betere UX. En ik geloof zeker ook naar de toekomst toe dat wij echt onderscheidend vermogen hebben en creëren op dit moment al met de eigen backend, met data scientists in dienst die op basis van historische data voorspellingen kan doen naar de toekomst, wat je weer kunt vertalen in je IT, waardoor je revenue optimalisatie kunt verbeteren, kosten kunt reduceren door dingen slim in te regelen. Ik denk dat daar echt, ook met de achtergronden die we op dit moment in huis hebben, onderscheidend in kunnen zijn. Ik denk dat het op dit moment de twee belangrijkste punten zijn. En dat we het qua marketing goed aanpakken. En Mark Vletter uit Groningen, jou vast bekend, hier ook wel op de gast geweest, die vraagt wanneer kom je naar Groningen met 70% primaire bewegingen op de fiets? Of is het kerngebied te klein en blijven we peddelen? Ik heb zelf in Groningen gestudeerd, dus ik ben redelijk bekend met de afstanden in Groningen. En als ik kijk naar de omvang van de stad Groningen, ik heb zelf altijd in de binnenstad gewoond en ik moest dan naar Zernike, dat was ongeveer het enige stukje wat, kwartiertje fietsen of zo, 10 minuten fietsen. Dus ik denk, qua toegevoegde waarde van Felix, de stad is niet per definitie te klein, maar de afstanden die je aflegt, die zijn te klein. En wat gebeurt er dan? Wij zijn een alternatief voor de auto, de taxi en de brandstofscooter. We zijn geen alternatief voor de fiets, want de fiets is A, het is heel duurzaam en sportief, maar B, het is gewoon gratis, het is heel goedkoop. Dus wij kunnen redelijk weinig waarde daar toevoegen. Waar vindt de waardecreatie van Felix plaats? Op die plekken waar mensen nu lange termijn in de auto zitten om van A naar B te gaan. Waar mensen brandstofscooters gebruiken. Kijk naar bijvoorbeeld de stad Parijs. Daar zit je een half uur op de scooter om van A naar B te komen.
Dat kan met elektrische scooters beter. Waar OV lange afstanden moet afleggen, wat niet altijd kan als je zakelijke afspraken hebt of waar niet een fijn netwerk, daar hebben wij de meeste toegevoegde waarde. Heb je dat ook zo onderzocht? Van mijn gevoel is het een beetje zo van, wat jij zegt, van onze doelgroep, ik denk van ja, het zijn van die gasten die willen in hun pak, die willen niet bezweten aankomen. Dus in plaats van fietsen nemen ze dan de scooter, zeg maar. Maar dat is mijn vooroordeel. Nou, kijk, heb je onderzocht waar jullie het verschil maken? Wie de mensen zijn? Ja, uiteraard. Dus we hebben dat van tevoren gedaan. Voordat we begonnen met Felix. En we doen dat nu, volgens mij elke drie tot vier maanden. Hebben we zo'n survey die we uitsturen. En daarna kwalitatief onderzoek erachteraan bellend om de why-vraag te achterhalen. En dan zien we inderdaad ook dat de doelgroep die Felix veel gebruikt, dat zijn de mensen die waarde hechten om snel en efficiënt van A naar B te gaan tegen een sterk gereduceerde prijs dan dat ze dat met hun eigen auto of met een eigen taxi zouden doen. Het voorbeeld wat jij net aandraagt, ja, er is inderdaad een hele grote groep die zegt, ik heb een laptoptas bij me of een aktentas bij me, ik heb een pak aan, dus ik ga per definitie niet op de fiets, want ik kan niet bezweet aankomen bij mijn afspraken. Ja. Dat is precies de categorie die normaal gesproken met auto's of met taxis of een eigen brandstofscooter. Ja, daar richten wij ons op. Ja. En dat is precies de groep waar we heel veel waarde kunnen toevoegen door dat gedrag van hen te veranderen. Maar dan is het aantal steden in Nederland dus eigenlijk maar beperkt, wat voor jullie interessant is. Dat klopt. Ja. Ja, dus je hebt het echt over de grote steden in Nederland. En daarna ga je naar Duitsland, naar Hamburg of naar... bijvoorbeeld. Hey, laatste vraag, van mij althans. Ja. Dat Edwin doet, moet hij altijd zelf weten. Maar Johan Schaap vraagt het ook op Twitter. Ik zie je ongelooflijk enthousiast met een enorme drive, moe van het harde werken, hier zitten vertellen. Is het ook nog leuk? Ja, het is echt waanzinnig. Het is, niet om hier een pleidooi te houden, maar het is gewoon een enorme leerschool. Het is een enorm avontuur. Ik persoonlijk vind het echt het allergaafste en het allerleukste wat jij je kan doen. Jij zit elke dag op met... Het is wel, je moet je niet verslikken in het feit dat het wel echt... Hard werken, weet je. Ik zie dat ook nooit zoveel van hoeveel uren, weet je, soms vragen me... Dat weet ik niet precies. En dat is niet om heel gaaf te doen. Ik weet niet hoeveel, maar dat voelt ook niet meer op een gegeven moment als werk als je in het weekend bezig bent met dingen om iets voor te bereiden ofzo. Of zoals vanavond dit, om maar een voorbeeld te noemen. Maar je moet je wel realiseren dat als je onderneemt, dan trekt het wel een wissel, bijvoorbeeld op je sociale leven, want daar heb je ineens minder tijd voor, of familie, of dat cirkeltje wordt natuurlijk een stuk kleiner, omdat je gewoon simpelweg minder uren hebt die je daaraan kunt besteden. Maar super gaaf. Ja, het is echt waanzinnig. Mooi zeker. Man, hartstikke leuk dat je er weer bent en laten we gewoon een jaarlijks afspraak van. Nou, laten we zeggen, naar de eerste grote internationale stad. Moet je dat maar weer eens komen vertellen, hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Lijkt me leuk, heel graag. Als je dat, niet, als je dat tenminste niet de komende paar maanden doet. Dan nee, moet niet te snel gaan. Want dan... Goed, we houden je in de gaten. Ja, nee, zeker. Maar ik vind het is een. Het mooie inderdaad van. Als ik er naar kijk, is hier, de kracht van jullie, ik rijd op een swapfiets. Ja, daar ben ik ook erg fan van. Groot fan van. En net zoals die swapfiets herkenbaar is, is jullie Felix scooter dat natuurlijk ook. Ja. Dus jullie scooter is zeg maar ook een deel van jullie marketing. Ja. En dat vond ik wel heel sterk aan, dat had ik me nooit zo gerealiseerd. Jullie hebben uiteindelijk de controle over dat ding. Dus hij mag, of hij nou wel of niet in die buurt mag stoppen, of hij wel of niet na 1 uur nog zeg maar dronken door de stad mag rijden, dat bepalen jullie. En dat is ook best wel een groot verschil met die fietsen natuurlijk. Ja, klopt. Ja, dus dat is, zeg maar sociale controle bij Felix is enorm, omdat het heel herkenbaar is als iemand op een scooter rijdt met het kenteken erbij, wie dan in overtreding is. Je ziet ook dat die community controle van Felix gebruikers sterk is. In tegenstelling tot particuliere scooters die anoniem zijn, zijn Felix scooters per definitie niet anoniem. Dus als er iets gebeurt, weet je zeker als gebruiker dat je gepakt wordt. Dus daarmee zie je ook dat het rijgedrag eigenlijk over het algemeen, uitzonderingen daar gelaten, keurig is en netjes is. Het biedt heel veel voordelen. Alleen het is soms best lastig dat je in een discussie meegenomen wordt. Zeker op online media, waar je jezelf moeilijk tegen kunt verdedigen. Behalve door inhoudelijk zoals... Ik weet niet eens hoe die dienst heet. Maar het ongelukkige ervan is natuurlijk... Zij hebben eigenlijk door al die fietsen maar neer te plempen zoveel slecht gedaan. Ja. Want het idee is natuurlijk helemaal... Ook van die fiets is niet slecht natuurlijk. De theorie erachter. Fietsen precies. Overal kan oppakken. Ja. Omdat ze nu overal stonden. Met die veel te dikke banden. En die daar nog slechte fietsen ook.
Maar goed, dat terzijde. Ja, hey, ja. Dankjewel. We zien jou volgend jaar weer. Jullie bedankt voor het kijken. En bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Volgende week zijn we er weer. Dag.